Dankzij het Smart Solutions Semester kunnen we elke keer weer stappen zetten in de techniek die we ontwikkelen, steeds verder verbeteren en verder toespitsen op de daadwerkelijke toepassing in de praktijk. Smart Solutions is een half jaar project waarbij je met mensen uit verschillende opleidingen eigenlijk aan een opdracht werkt van een echte opdrachtgever. Dus dat maakt het natuurlijk wel super tof. Wij zijn het afgelopen half jaar bezig geweest met een interactieve serie over politiek. Wij hebben vanuit ProDemos een opdracht gekregen om first-time voters weer aan het stemmen te krijgen. De vraag was: hoe kunnen wij nu mbo-studenten meer betrekken bij de politiek en kunnen we hen stimuleren om een stem uit te brengen bij de volgende verkiezingen? We hebben een serie bedacht waarbij je interactief zelf keuzes kunt maken, waardoor je dus uiteindelijk een eigen verhaal creëert. Dus eigenlijk politiek en Netflix in één. De meerwaarde van het samenwerken met verschillende opleidingen is eigenlijk dat je elkaar heel sterk aanvult. Gaandeweg ga je steeds meer brainstormen met elkaar en komen andere opleidingen met hele andere ideeën. En die kunnen ook ineens heel veel andere dingen, wat het dus heel interessant maakt. Tijdens Smart Solutions heb ik heel veel geleerd over samenwerken met andere mensen, maar ook verantwoordelijkheid afleggen voor wat je doet. Niet aan jezelf, maar ook aan je teamleden en aan de opdrachtgever. Dus je moet kunnen onderbouwen wat je gaat doen en waarom je bepaalde keuzes maakt. Onze opdrachtgever moest een beetje wennen aan het eindproduct, aangezien we wel behoorlijk uit de box gedacht hebben. En dit had ze totaal niet aanzien komen. Dus de eerste pitch was ook een beetje dat ze dacht... In eerste instantie heb ik ze denk ik een beetje teleurgesteld, omdat ik echt reageerde met... Oh, het is wel heel groot en toch ook gewoon wel heel vernieuwend. Het is echt meer onze missie geworden om haar te van overtuigen dat het gewoon een super tof idee wordt. Het is zeker gelukt. Ja, ik ben ontzettend trots op wat we gemaakt hebben. De opdrachtgever was super positief. Het was een heel gelukt eindproduct wat ze uiteindelijk presenteerde. Dat wij ook wel tegen elkaar zeiden van, oh ja, dit is weer de nieuwe generatie. Ja, het zat gewoon goed in elkaar. In dit project zijn we bezig met de zaak van de politie Oost-Nederland. Die ze op het moment zelf niet opgelost krijgen. Wij zijn bezig om een nieuwe methode te ontwikkelen om cellen van de geurdoeken af te halen, waardoor deze zaak misschien wel opgelost kan worden. Wij hebben de SVO-stukken, dat zijn de stukken van overtuiging, dus in dit geval geurdoekjes, hebben wij ontvangen. En in ons laboratorium proberen we te achterhalen of er op die geurdoekjes sporenmateriaal van een eventuele pleger, een dader, achtergebleven zijn en of wij die eraf kunnen halen en die op kunnen waarderen naar een volledig profiel. Ik heb voor dit project gekozen omdat we in dit project een echte zaak behandelen van de politie Oost-Nederland. En dat omdat ik forensisch onderzoek studeer, vind ik dat heel erg interessant en dat we dan kunnen bijdragen om een nieuwe techniek te ontwikkelen daarvoor. We hebben die techniek vanuit de wetenschap geadopteerd en daadwerkelijk toegepast in operationele, in dit geval opsporingsonderzoeken. Dat is echt uniek, dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat wij dat onderzoek mogen leiden, dat is best leuk, helemaal als student zijnde. Dat komt eigenlijk niet heel vaak voor. Dan merk je wel heel erg dat als jij die opleidingen samengooit, dat binnen die boxjes nieuwe dingen gevonden kunnen worden eigenlijk. Als dit daadwerkelijk lukt en we zijn heel dichtbij de eindstreep, dan kunnen we echt heel veel mooie meters maken en ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van dit soort onopgeloste kapitale delicten zoals moord en doodslag, maar ook zedenzaken en andere aangrijpende incidenten. Door de technieken die wij gebruiken wordt het werken voor de politie makkelijker en wordt daardoor hopelijk Nederland wat veiliger. Ja, ik ben ongelooflijk trots op deze studenten. Ik krijg er energie van. Dat ze gedurende die hele rit echte professionals zijn geworden, die zich vastgebeten hebben en dan aan het einde van de rit vol overgave vertellen over de techniek die zij zich eigen hebben gemaakt, die ze meester van hebben gemaakt en dan ook het werkveld vertellen over de enorme kansen en mogelijkheden die dit schept. De Saxion Smart Solution was echt heel erg leuk. Als ik terugkijk op het half jaar, ik ben vooral trots. Ja, ik heb er heel veel aan gehad. Je maakt gewoon echt hele nieuwe dingen, innovatieve dingen. Ja, baanbrekend. Baanbrekend. Ja, het is buiten de gewone paden. Het mooie van het Smart Solution Semester is dat je vraagstukken die je hebt liggen als organisatie, dat je die aan zo'n groep multidisciplinaire studenten kunt voorleggen. En dan kun je daadwerkelijk nieuwe inzichten krijgen. En dat zou ik eigenlijk heel veel organisaties willen aanraden om daar gebruik van te maken.